Dit is geen kampeerterrein, maar een schietterrein in Amersfoort, waar boogschutters uit Nederland, België en Duitsland elkaar ontmoeten. De maximale afstand voor heren is 90 meter, voor dames 70. Twee deelnemers schieten telkens op één schijf met verschillend gekleurde pijlen en met een wedstrijdboog waarvan de prijs wel zo'n 800 gulden kan zijn. Tot de uitrusting behoren verder onder meer een speciaal vizier, een verrekijker en leren vingertaps. Elke schietbeurt wordt met signalen aangekondigd. Het gaat bij zo'n wedstrijd om het beste totaalresultaat over vier afstanden. Voor heren 90, 70, 50 en 30 meter. Voor dames 70, 60, 50 en 30 meter. Goede ogen, een vaste hand en een sterk concentratievermogen zijn de belangrijkste voorwaarden voor succes. Na elke zes beurten worden de inslagen op het blazoen, zoals de schijf heet, genoteerd. Dit blazoen is verdeeld in ringen van 1 tot 10. Met 36 pijlen per afstand worden er in totaal dus 144 pijlen afgeschoten. Bij de dames was Nederland onder andere vertegenwoordigd door de nationale kampioene Helen Wardenaar en door Nel van Dree, die samen met de winnares van deze wedstrijd zullen deelnemen aan de Europese kampioenschappen in augustus in Zagreb. Wel een bewijs dat de Nederlandse dames in ieder geval heel wat pijlen op hun boog hebben.